Hallo allemaal en welkom bij Spraakmakend Weer. De plek waar de drie meest spraakmakende weersverschijnselen van de afgelopen week voor jou op een rijtje worden gezet. En daarvoor vliegen we de hele wereld over. Op nummer 3 staat het noodweer in Verona. De stad is de afgelopen week volledig ondergelopen door de enorme hoeveelheid regen en hagel die er viel. Onder andere het historisch centrum van de stad heeft het zwaar te verduren gehad. Als gevolg van de ernstige schade werd er een noodtoestand uitgeroepen. Mensen moesten worden gered uit het ijswater en de straten veranderden in rivieren. Op sommige plekken bereikte het water zelfs een hoogte van 1,5 meter. En de nummer 2 van deze week vindt plaats in Parwan, Afghanistan. Daar heeft enorme regenval geleid tot hevige overstromingen. Grote delen van Parwan zijn verwoest door het water. Zeker 1500 huizen zijn beschadigd en het dodental is gestegen tot minstens 122. Hulpdiensten zijn nog steeds op zoek naar mensen onder het puin. En het meest spraakmakende fenomeen van deze week is orkaan Laura. Deze kwam als een major hurricane aan land in de Verenigde Staten in de nacht van woensdag op donderdag en is intussen afgezwakt naar categorie 2. Maar dat neemt niet weg dat de gevolgen desastreus zijn. Rond Laura zijn windsnelheden gemeten tot zo'n 240 km per uur. Een onoverkomelijke stormvloed met verwoestende golven trekt het land binnen, tot wel 70 km landinwaarts. En dat waren ze, de drie meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Volgende week zien we je weer. Doei!